What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We'll be jumping in the next one on our Netherlands history journey, the Dutch 19th century, episode 1, how the Netherlands went from republic to kingdom with English subtitles. Hey, shout out to Doko Doko. Shout out to Paul H, because I know both of them are on a journey to make sure that everything out there is translated so that the world can appreciate all of these great, like, history programs and things like that. So it's very, very cool. I'm looking forward to more. This will be part one. We'll jump into part two tomorrow. It's coming at us from Mikhail. Much, much love. I do appreciate the support. Let's go. Let's see what we got. How the Netherlands went from republic to kingdom with English subtitles. Let's roll. Reizen door ons land in een paar uur. Machines met ongekende kracht. Industrie, vernieuwing, versnelling. Het was daar zo'n herring, we moesten alles in gebaren houden. Damn, it was so noisy that you had to use sign language. By the time you were old, you might have had to continue to use sign language. You might have not had any hearing. Oh, you missed this part. Het begint allemaal in de 19e eeuw. Christ on horseback, that's a new one. Een ijzeren eeuw. Hoe een land dateerde op een groots verleden weer opstoot in de vaart der volkeren. Met dank aan mannen en vrouwen met een idee. Dat is een visie vooruit. En die kan goed gaan en die kan fout gaan. Any vision can go right or wrong. In 13 weken reis ik door het Nederland dat toen ontstond en dat voor het eerst begon te lijken op het onze. Met een grondwet. Een monarchie, kanalen, wegen, waterleiding, riolering, met nieuwe rijkdom en strijd tegen armoede. Met een nieuwe vijand over zee, de eeuw die de brug slaat naar het moderne Nederland. I'm saying I get you hype now. We go with the Iron Century. Tweehonderd jaar geleden, vroeg 19e eeuw, was Nederland een wel heel ander land dan nu. Het was goeddeels leeg. Als je er doorheen wilde reizen, kwam je over godverlaten zandgronden, een beetje hei. Er wilde niet veel groeien. Over veengronden, één deinende zomp om zo hard mogelijk doorheen te rijden. En er was water natuurlijk. Plassen, moerassen en uiteindelijk de grote rivieren. Bruggen over die grote rivieren had je niet. Verharde wegen had je niet. I can't imagine ever fording a river, not after having played like Oregon Trail and died so many times trying to do it. That was dangerous business back then, trying to go across a river with a wagon, with some people, with your animals. Like, rivers are fast. Some of these rivers will sweep you away in a heartbeat. That would be terrifying to not have a bridge. Be like, yo, let's just go. No, I'm not. No, I'm not. We're gonna walk a long way until we find a way around. Maar goed, waarom zou je reizen? I'm gonna swim. You can take the horses across. De meeste mensen woonden in een dorp en kenden niet veel meer dan 1-2 dorpen verderop. Een nationaal gevoel bestond nauwelijks. Een natie bestond nauwelijks. Een lappendeken van provincies is ons land. Losjes bijeengehouden in een republiek, met veel gependel naar Den Haag voor overleg dat duurt en duurt. En steeds vaker vastloopt. Delen doen deze provincies weinig meer dan hun centrale bestuurder, de stadhouder van de republiek. Van oudsher een Oranje. Als dan in Parijs de Franse Revolutie uitbreekt en overslaat naar het noorden, neemt die Oranje de benen. En weet niemand in Den Haag meer hoe verder. Wie moet Nederland besturen en hoe? Eind 18e eeuw, dan is er een neiging om de boel om te gooien.
En dat gebeurde ook. 1781, oproep aan het volk van Nederland. Jongens, kom in opstand. We moeten het anders inrichten. Maar hoe richt je een, nou laten we zeggen, soort van democratie in? Hoe geef je de burgers meer invloed op het bestuur? Hoe doe je dat in een land als Nederland, als de Republiek, waar er geen enkel idee is van nationale eenheid of nationale identiteit? Hoe moet je dat allemaal inrichten? Er is geen institutie die daarbij kan helpen, niets, niemand. Dus ook dat liep weer vast in de modder. En dat betekende dat het volk eigenlijk uitgeput was en moe en murf. En wat wil het volk dan nog? Dan gaat er behoefte ontstaan aan rust, aan stabiliteit, aan iemand die het gezag belichaamt. Beetje sterke man, hè? Dat wil men dan. Dus het begon met experimenten in democratie en het liep uit op, laten we in godsnaam een sterke man binnenhalen die orde brengt. Ja. Op een avond in juni 1806 kwam over deze weg een koetsje aangereden. Daar achter die bocht. There might not be anybody else that knows as much as this man about the Nederlandse history. Vandaan. In dat koetsje zat he tells een us it in a way like he was there. I love it. Onze eerste koning, Louis Napoleon, die zich Lodewijk zou gaan noemen, zijn vrouw Hortense en hun twee kinderen. Langs de weg stonden mensen te juichen natuurlijk, maar niet zoveel in de eerlijkheid gebied te zeggen. Het waren armen, die werden ervoor betaald. Dat koetsje maakte hier de bocht en uit de duisternis doemde op Paleis Huis ten Bosch. Met een paar ramen verlicht, dat viel Hortense op, een paar ramen maar. En ze dacht, ach, Hollandse zuinigheid, ze gaan zo'n groot paleis niet helemaal voor ons verlichten. Toen werd het ochtend, ze zag het bij daglicht en toen kwam de teleurstelling. Dat paleis was niet groter dan die paar ramen. Dat is de eerste schok voor het jonge paar. Als republiekje heeft dit land niet eens fatsoenlijke paleizen. Geen Versailles voor Hortense de Mater Dinge. Hoe moet haar man hier koning zijn? Lodewijk Napoleon Bonaparte is de jongere broer van Napoleon Bonaparte. De keizer van Frankrijk en heerser over grote delen van Europa. Wat voor man was Lodewijk Napoleon? Hij was een romanticus. Hij heeft duidelijk een idee ontwikkeld al heel snel dat hij op de troon van Nederland iets zou kunnen doen dat een perfecte koning zou hebben gedaan. Een perfecte koning? Ja. Hij wilde een monarchie, dat heeft hij later ook gezegd in een van de troonredes, waarin de monarch de belichaming zou zijn van de natie. Smart words. Napoleon wordt hier geparachuteerd door zijn grote broer Napoleon de keizer in Parijs. Hoe is dat voor Lodewijk Napoleon om een verlengstuk van zijn broer te zijn? Nou, niemand wil natuurlijk het verlengstuk van zijn broer zijn, maar hij is daar wel mee groot geworden. De keizer is heel duidelijk. Hij heeft gezegd, u bent weliswaar koning van de Hollanders, maar u blijft altijd een Fransman. En daar is denk ik ook de wrijving al meteen begonnen. Tussen twee broers. Als je ernaar kijkt, dan is het natuurlijk eigenlijk bijna een koningsdrama. Want wat wilde Lodewijk Napoleon zelf? Die heeft uiteindelijk al heel snel besloten dat hij er zijn eigen invulling aan zou geven. Dat het hem de kans zou bieden om een persoon te zijn in eigen kracht naast de broer die hem altijd had gedomineerd. Finally gets his chance in the spotlight. Dan moet hij hier voorbij gekomen zijn. Maybe not over his brother, but at least next to him a little bit. En toen op weg naar het regeringscentrum om daar nog niet meteen ingehuldigd te worden, maar om in afval er formeel te zijn. Stel je voor, Lodewijk Napoleon komt hier voorbij voor zijn eerste dag te gaan regeren. Wat hadden we gezien? Nou, geen dichte drommen mensen die met duizenden gekomen zijn, zoals bij ons voor Koninginnedag bijvoorbeeld. Er was ook geen pers, hè, die aankondigt de nieuwe koning komt. Als dat er wel geweest was, waren er waarschijnlijk meer mensen geweest. En nu beschrijft Hortense ook dat er niet heel veel mensen waren, dat er niet luid gejuicht wordt. Dat had ze misschien wel verwacht, dat had Lodewijk wellicht ook verwacht. Dat is een weird moment. Die man ziet voor het eerst van zijn leven zijn onderdanen en moet bedenken, ga ik nu wuiven? Weten die mensen wie ik ben? Dat heeft hij zich ongetwijfeld afgevraagd. Maar voor de meeste Hagenaren was het
een belangrijk man die van buiten was gekomen en die hun koning zou zijn. Maar wat een koning precies was, wisten ze niet. Dus ze stonden erbij, waren vooral erg nieuwsgierig. Dus dit was in die zin een vreemd ogenblik. Zowel voor It would have been weird, like an awkward silence. Wat heeft een perfecte koning nodig? Om te beginnen een paleis dat niet aan de rand van het land ligt, zoals Den Haag, maar letterlijk en figuurlijk in het centrum, Amsterdam. Alleen ook Amsterdam had geen paleis. Nog het meest in de buurt kwam het stadhuis op de Dam. Maar daar moest dan wel echt wat aan gebeuren. Dit was het paleis in die tijd, zoals Lodewijk Napoleon het ongeveer aangetroffen heeft. Oude gravuren. Lijkt het nog? Het lijkt heel veel, maar er is wel iets toegevoegd. Hè? De balkon aan de voorkant. En wat ook weg is, is de wacht. Er was een wacht net voor de ingang van het paleis. Die stond hier 20 meter... Gewoon midden op de Dam? Midden op de Dam. En hij belette de uitzicht. Vanuit het paleis, ja. Dat is geen gezicht. Het was geen gezicht voor een koninklijk paleis. Hij moest van alles doen om het te veranderen en het geschikt te maken voor zijn koningschap. Very cool. I love that. That they can just look at a picture and still see the same building. Indrukwekkend. Maar dit is toch niet slecht? Voorkomen. Nee, maar hij heeft wel tapijten moeten leggen. Dit is niet geschikt, die stenen vloer. Veel te koud, dus de hele oppervlakte is bedekt met een tapijt. En in een zaal als deze, wat deed je hier? Dus dat was de bouwzaal en de ontvangzaal. Voor diplomaten, voor andere prinsen, etc. En feesten. En feesten. Dansfeesten. Ja, en de ramen. Die zijn versierd met draperijen en gordijnen. Ja, hier kun je echt zien wat Lodewijk stijl was, toch? Slaapkamer. Ja. Van Lodewijk Napoleon. Ja, ja, maar niet in deze bed. Niet in dit bed? Nee. Het was een kleine bed. Zo'n king-size bed, dat had hij niet? Nee, nee. Die arme Lodewijk was eigenlijk alleen. Althans, heeft nooit in deze bed geslapen. Ook niet toen ze hier was. Omdat ze niet meer met elkaar konden opschieten. Lodewijk Napoleon had helemaal geen dubbelbed nodig. Nee. It's kind of tragic. Dat zijn de vertrekken van Hortense, dus. Helemaal daar, Lodewijk Napoleon. En de andere schuin tegenover. Zo ver mogelijk uit elkaar. Zo ver mogelijk uit elkaar zijn de appartementen. It must have really been at odds. Lekker beetje. Dit is de slaapkamer van Hortense. Ja. Hier kun je goed zien wat ze van gemaakt hebben. Beter dan in het appartement van Lodewijk. Maar desondanks, ondanks deze prachtige meubels, spiegels, boekenkast en noem maar op, vonden ze Hortense het maar niets. Lodewijk had Hortense niet zelf uitgekozen. Dat had zijn broer gedaan. Die had zelf geen kinderen. Daarom moest Lodewijk trouwen met deze jonge Hortense. Om voor nageslacht van de dynastie te zorgen. Tot in zijn memoires betreurde Lodewijk de huwelijksdag. Wow. Can you imagine that? That word, deplored. He absolutely despised his wedding day. Like, that's hardcore. Won't think about what that's like when someone else arranges your marriage or someone else sets you up with somebody or somebody else makes it so that when it's not your choice. Nooit is een plechtigheid droeviger geweest. En nooit hebben twee echtgenoten een sterker voorgevoel gehad van de rampen van een gedwongen huwelijk tussen mensen. Wow.
die niet bij elkaar passen. Je ziet wel hoe dicht je bij het volk bent. Heeft Lodewijk dit balkon ook echt gebruikt? Ja, 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 zeker. Hij ging daar staan en zichzelf laten zien aan, aan de bevolking. Midden in zijn hofstad op het balkon. Dat was een van zijn gelukken, denk ik. That's really close. Dat is toch iets wat wij onze koninklijke familie al generaties lang zien doen. Hier op dat balkon staan, wuiven. En wie heeft het als eerste gedaan? Ja, een Fransman. Lodewijk Napoleon. Een Corsicaanse Fransman, ja. Wauw. En waar waren die Oranjes eigenlijk gebleven terwijl Lodewijk hier wuifde? Vanouds de eerste familie van het land, de stadhouders, waar waren ze? We're gonna go fly out right now. Ver weg. Na hun vlucht in de revolutiejaren hadden ze met Napoleon onderhandeld over een vergoeding voor het verlies van hun bezittingen in Nederland. Napoleon schonk prins Willem Frederik van Oranje toen maar een ander land. Nou ja, landje. Midden in Duitsland. Het vorstendom Fulda. Interesting. Also hier ist er angekommen. Genau, hier kam er zum ersten Mal am 6. We're literally following people's footsteps through history. It's very cool. 1802 den Weg hoch, links und rechts stand das Volk und hat ihm zugejubelt. Hat ihm zugejubelt? Es hat ihm zugejubelt, ja. Die wurden nicht bezahlt. Nein, sie wurden nicht bezahlt, nein. War er beeindruckt, Wilhelm Friedrich? Er war beeindruckt von der Größe dieser Anlage, von der Größe dieses Ehrenhofes. Also das weiß man, dass ihm das sehr imponiert hat. Ich frage dich auf, lag Wilhelm Friedrich hier in Fulda nou? Snikkend in zijn bedje van heimwee naar Nederland. Mwah. In zijn onderhandelingen met Napoleon over een mogelijke schadeloosstelling voor zijn verloren bezittingen in Nederland valt één ding op. Hij vraagt niet meer naar die verloren bezittingen. Hij vraagt überhaupt niet naar Nederland. Wat Willem Frederik vraagt, is geld. Zoveel geld dat zijn eigen moeder het volkomen... Even his mom thought he was crazy. Napoleon zou dat geld uit Nederland halen en zegt zijn moeder, dan kunnen wij nooit meer terug naar dat land. Kan Willem Frederik dus kennelijk niet schelen. Nederland kan Willem Frederik niet meer schelen. I hate to do it, but before we get into this, like, we gotta know, like, you gotta send me more. If there's anything attached to any of these, I hate stopping right here, right when we're getting ready to get into something new. But it just came to mind. If there's anything that this gets off, or maybe that you have to add to this, or maybe that we have to kind of, or any kind of input that you might have. Doesn't matter who you are, Mikhail, any of the rest of you that are really into history, if there's anything that's slightly, definitely fill me in on those things I like, or if there's any little side trails that branch off of something that somebody might have said. I'm not opposed to reading either, and I definitely will read those comments. Es ist ja wirklich ein Machtzentrum. Sorry about the stop. I've just crossed my mind that maybe somebody has more to add. Wissen Sie, war Wilhelm Friedrich froh mit seinem neuen Besitz?
Am Anfang vielleicht weniger, er hatte sich vielleicht mehr erwartet, aber im Laufe dieser 3-4 Jahre hat er sich sehr an diesem Besitz gefreut und war also im Jahre 1806 sehr, sehr traurig, als er Fulda verlassen musste. Ja, doch. Das schon. Ja. Those floors, those old creaky ass wooden floors. Sound like my old house, my first house. You can't even sneak around in a dirt in one of my old floor houses. Willem Frederik krijgt hem dus Fulda toegeschoven, maar wat hem betreft had het ook iets heel anders kunnen zijn. Desnoods Louisiana in Amerika was toen ook Frans, zocht Napoleon ook iemand voor. Was hij daar terechtgekomen, hadden wij nooit meer van de Oranjes gehoord. Wow. That's crazy. One little decision. Opvallend dat de Fransman Lodewijk Napoleon zich wel zo voor Nederland interesseert. Hij heeft een ambitie. Hij wil er een echt land van maken. Hij gaat dan ook niet een beetje op een fluwelen troon zitten. Hij gaat echt aan het werk. Absoluut. En hij ziet een land dat nog allesbehalve een natie is. De mensen in Groningen verstonden de mensen in Limburg niet. De mensen in Holland verstonden de mensen in Gelderland niet. Er was nog niet echt een eenheidstaal. Er was ook geen nationaal lager onderwijs. Dus op alle punten denkt hij, hoe kan ik vanuit die verlichtingsidealen een eenheid creëren in dit koninkrijk dat aan mij gegeven is? Hij creëert een hele reeks nationale culturele instellingen. Hier aan de overkant van de Hofvijver staat het Mauritshuis. Daar komt de eerste koninklijke bibliotheek van Nederland in. Hij wil een nationaal museum. Hij creëert een nationale academie van wetenschappen. Ook de taalpolitiek die hij voert. Hij zegt, de Nederlandse elite spreekt Frans. Maar hij zegt, ik wil dat om mij heen, door de ministers, door de leden van de staatsraad, maar ook door de leden van de hofhouding, Nederlands wordt gesproken. Dus een Fransman of Corsicaan of wat hij ook was, helpt ons in Nederland aan een nationaal... That's crazy! Wow! En hij doet meer. Lodewijk laat de eerste uniformenkaart van Nederland maken en gaat zelf op pad. Hij wil weten wat er bij het volk leeft. Zo doorkruist hij de provincie Brabant en doet daarbij Oosterhout aan. That's a hell of a trail. Why do we go in a circle? Dat was bijzonder, een reis van de koning. Ja, dat was heel bijzonder. Het was voor het eerst dat like we had deze a little... op reis ging om zo zijn volk te leren kennen. De koning reisde alleen? Nee, geen sprake van. De koning was in een gezelschap van 4 ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, lijfartsen, kwartiermakers, beveiliging in totaal een gezelschap van, schrik niet, 200 man, een regering op reis. En dat betekent de koning ook 200 onderweg. Hij overlegde met zijn ministers, creëerde daardoor draagvlak. De koning ging ook echt niet in naar bed, alvorens alle staatszaken op papier waren gezet. Reed 's nachts een koerier per paard naar de redactie van de staatscourant, ofwel de koninklijke courant heette dat in de tijd. En een paar dagen later stond het erin en was het wet. Ik zal je een voorbeeld geven. Er was sprake van hoge zuigelingensterfte. Liet de koning analyseren, maar bleek dat de vrouwen uit economische overwegingen de kinderen geen borstvoeding gaven. Toen heeft de koning nagaan hoe kwam dat dan, wat gebeurde er. Wat bleek dat de oma's de van pap maakten van verontreinigde koeienmelk. Toen heeft de koning tijdens zijn reis een wet gemaakt, het recht op borstvoeding voor kinderen. En bovendien werd er nog extra bepaling aan toegevoegd, dat ieder gemeentebestuur als een soort vrijwilliger van het jaar de vrouwen die de kinderen het meest gezoogd hadden in het zonnetje moesten zetten. Wauw! Een van de problemen waar Lodewijk Napoleon tijdens de reis mee te maken kreeg, was het teruggaven van de voormalige katholieke kerken die in de handen van de protestanten waren gevallen na 1648. En dat betekent hier in Oosterhout dat de Sint-Janskerk moest worden teruggegeven aan de katholieken. All right, ladies and gentlemen, right here's where I'm going to have to cut it off for today. We will get into part 2. Tomorrow, because I damn sure didn't even want to shut it off today. It's just time restrictions, and these short ones are easier to watch for people that are on the go at home. If you guys enjoy it, definitely go over Show Doko Doko some love. You already know we're subbed up. We got the like button hit.
Do the same. It's down inside of the description. Hit the like button here if you liked it. The dislike button if you decide to check out the other video up there. One of these guys up here. Until the next one, I'm highly combustible. You guys be happy. Y'all be safe. Love you to the moon and back. Peace.